Hold up. Ain't seen anything like this before. Jesus, don't let that stop you from smearing it all over yourself. They're changing. God damn it, Bill! Oh, it stinks! Someone's still alive. Over there. Hello? Hello? It's okay. We're gonna... Wait! Off! Son, we just crossed the street. Let's not throw a party till we're out of the city. Hallo mensen. Welkom bij een nieuwe reeks Let's Play Left 4 Dead deel 1. Aflevering 1. Ik hoop dat jullie genoten van de intro. Ik vond hem zo leuk, ik vond hem er echt voorbij passen. Ik denk, dan weet je ook een beetje wat voor soort vijanden je hier kunt verwachten. De resolutie van het spel is niet vol HD, dat zit er ook niet in. Hij komt niet hoger dan 1600 bij 1200. Dus het zal waarschijnlijk gewoon normaal HD worden. Nou ja, dat is op zich niet erg, dat is goed genoeg. Dit is waar het spel begint. Ik heb alvast een wapen gepakt. Ik heb gekozen voor het machinegeweer. Ik had ook kunnen kiezen voor die. Ik vind zelf dat het misschien iets lekkerder spelen.
alle wapens hebben hun voor- en nadelen. Kijk, ik ben gewoon in, ik kan nu nog even bijfilmen met ammo, dus... Als het goed is, kan ik best nog bijfilmen met ammo. Even kijken, als ik een ander wapen wil, dan moet ik er in principe... Kijk, gewoon naartoe reiken. Op zich ook een mooi ding, maar er zitten minder kogels in. En... Ja, hier kan je toch... Ja, toch wel beter mee. De pistolen hebben unlimited ammo, dus die kan ik net zoveel gebruiken als ik wil. En op een gegeven moment kun je een tweede pistool erbij vinden, ergens in de stad. Dus ik zal het eerst nog even moeten behelpen met deze. Nou, laten we eens even kijken hoe dit gaat. Over there! Oh ja, hij kan af en toe wat zeggen. Somebody better check this out. Zoe. Bill. Oké, ik kan... Oh ja, laag. Door zo kan ik, als het goed is, een beetje langzamer. En ik heb een lamp. En ik doe nog eventjes mijn machinegeweer, omdat ik niet helemaal zeker weet hoe goed ik dit ga doen. Oké. Oké, en eventjes voor de duidelijkheid. Ik heb de easy mode gekozen. Omdat ik nog niet zo heel erg handig ben in dit spel. Ik heb het sinds 2009 niet meer gespeeld. Dus dat is vet lang geleden. Oké. Okay. Maar ik weet wel dat het de moeite waard is om te spelen. Nou, op zich is het wel heel erg makkelijk. Wat zijn dat voor meldingen? Goed, zijn piepen. Ik mis een beetje de optie om in te kunnen zoomen. Zoals ik het ook kon bij... Oh ja, met het knopje kan ik in één keer 180 graden draaien. Dat is wel een grappige functie. Even zien hoe je te vinden valt. Meestal kom je alleen deze gewone vijanden tegen, maar er zijn natuurlijk ook andere vijanden. Andere soorten vijanden die wat moeilijker zijn te verslaan. Of wat sneller eraan komen. Dat grote gedoe wat je aan de video zag was, dat heet een tank. Het is vrij lastig dit spelletje goed te besturen, dus het is soms best wel even creepy. Waarom nou weer een zombie spel is? Ik heb iets met die soort spelletjes. Ga eens even dood. Ik vind... Well hell, look at this! Op zich wel grappig dat je drie partners hebt. Je kunt op zich natuurlijk ook geweldig multiplayer doen met het spel. Maar... Oeh, lekker ding. Maar het levert wel wat, wel een ander soort spel op, omdat je het samen moet spelen. Wat zal ik ook weer vertellen? Ik kan me dit spel nog heel goed herinneren, want ik heb er echt heel veel uren in gestoken destijds. Op de Xbox. Ik speel hem nu op de PC. Want ik... Ja. Waar zie je pillen weer dan? Eikel. Pillen zijn aspirines, die kun je pakken om... ik zie toch niet genoeg hier. Om eventjes wat een beetje jezelf te genezen. Oh, lekker, ga even staan kop. Don't touch me, motherfucker. Dankjewel. Zoe. Net op dit moment pak ik de verkeerde. Zo weer hier heel. Motherfucker. Je kunt altijd nog terug naar boven om... Kan ik wel springen? Ik hoef dit trouwens niet te doen met mijn machinegeweer. Ze maken wel hele lekkere geluiden, hè?
Look here! Nee, dat bedoel ik niet. Waarom hoor ik dingen om me heen? Hier zit toch niemand? Achter die deur zeker. Elke kamer is de moeite waard om open te doen. Wat zit hier nog meer dan? Nee. Want er zou een medkit of een weet ik veel kunnen liggen. Een doosje met pillen. De beloningen in dit spel zijn niet zo uitgebreid dat je een compleet nieuw wapen kunt vinden. Een paar keer in het spel kun je van wapen. Dan ligt er zelf een politieauto die eigenlijk verzameld, maar dat is maar een klein beetje. Dat is maar een klein aantal keer, dus je moet in de meeste gevallen wel gewoon doen met wat je hebt. Oké, hier gaan we. Bam! Wow, don't shoot, it's me! Ah joh, had je maar niet zwart moeten worden. Oké. Ik hoop dat we snel buiten komen, want ik vind het binnen gedoe helemaal niks. Dat gaat lekker. Pipe bomb, ja, die wil ik wel. Ik heb niemand die op me af komt rennen. There's a pipe bomb over here! Ja, ik heb hem toch. Oké, dat is mooi. De pijbom is wel leuk, ik weet niet of ik het goed heb gezien in de intro, maar als je die gooit, rennen alle zombies daarop af. En dat vinden ze lekker ofzo. Ze zijn wel een beetje kinky bezig, ik weet niet, maar van gisteren. Nou, hè. We zijn buiten. Go away. Het is maar goed dat die solo een limited ammo hebben. Zoals ik al zei. Het is maar goed dat ze een limited ammo hebben. Oh shit, als je dat muziekje hoort dan komt er ineens een heleboel op je af. Sorry hoor, goddomme. Wow. Fuck. Over there! Ja, over there. Hey! Weapons here! Shut up, bitch. Yeah, now we're talking. Nou, op zich kun je je best goed redden als je twee pistolen hebt hoor. Ik loop de hele tijd gekraakt. Oh fuck it! Awesome! Ah man, ik heb dit spel gemist. Dat is fucking gaaf. Er zitten verschillende soorten vijanden in. Niet alleen maar de standaard. Kijk, die is dus ook mooi. Een boomer. Als je daarbij in de buurt bent, dan hij komt op je afrennen en hij maakt je dood. Dat wil je dus echt niet. Who gives a shit? Waarom hoor ik hier nou van alles? Ja, ik hoor hem ook, maar. What the hell is this? Waar zit hij dan? Waar de fuck zit hij dan, man? Ik moet even rekenen, want ik wil niet te lang. Oké, cool.
Fuck. We hebben geen de tijd bij te houden, dat is ook een beetje stom. Nou, de intro kost me 4 minuten nog wat, dus dat weet ik al. Wow, nice shot! Hey. Hey, daar ben ik dood. Wat is dat? Het enige waar ik echt een beetje het meeste zorgen om maak is die tanks. Dat zijn die grote bastards. Waarom rennen we allemaal hierheen? Hey, ik was eerst. Oh shit. Dat muziekje weer. Oh man. Oh. Reloading. Ja, me too. Ah fuck, ik ben snel door mijn calls heen zo man. Ik wil even zien of ik er nog wat te halen valt. Oké, daar kan ik hier niet zoveel aan doen. Oké. Oh. De besturing is nog wel een beetje wennen. Het is soms... Ja, als je de... Oh jee. Jij moet dood, jij moet dood. Waar je ook zit. Ah, shit. What are you doing, Francis? Sorry. Motherfucker. Ja, ik ook. Reloading. Shit. Dat was ook wat. Pills. Ja, weer niet zeker. Maar waar liggen die dingen dan? Groene. Het is echt een beperkt zichtveld, dat je die fucking lantaarnpaal. Lantaarnpaal. Met die fucking flashlight. Kom op jongens, aan de slag. Het is ook wel leuk als je op een auto schiet, dan gaan er een autoalarm af en dan komen ze allemaal op je af. Dat ga ik nou maar even niet doen. Ja, ja, dat zal ik niet doen. Safe house, let's go! Finally. Dat heb ik niet gedaan. Safe house, let's go. Francis! Francis, check your fire! Zo hoor. Yeah, bitch! Oh, shit. Alright. Well, shit, that was alright. Okay. Op naar het tweede stukje. Wow, daar heeft hij best wel moeite mee. Ik zie de frame droppen, niet normaal. Least damage taken, ja. Yeah. Powered by CS Mania. Dat roe. Nou, lekker dan. Loading. Kom op jongens, ik heb meer te doen. Volgens mij gaat het nu goed komen. Oké, dan. Deel 2. This shit's getting old. Mooi. En als ik die eventjes toepas op mezelf, kan ik meteen weer een nieuw pakken. Much better. Dat heb ik allemaal wel. Nou, oké, we kunnen. Reloading! Reloading!
Oké, daar gaan we. De sturing is nog wel een beetje... Uit de weg houden. Reloading! Ja, we gaan weer een klein stukje verder. Reloading! Oh, fuck. Nou, kom eens naar beneden, gasten. We moeten verder. Oké, daar gaan we dan. Het nadeel van het opnemen van deze extra game erbij, samen met nog een andere game, ik heb hem nog niet gekozen, maar ik vermoed dat het Solid Gear Metal... Metal Gear Solid, sorry, deel 4 gaat worden. Is dat ik meer games opneem dan ik dagen per week heb. Dus hoe erg vinden jullie het dat ik 2 afleveringen per dag per dag uitstuur voor bepaalde games? Als ik bijvoorbeeld op één dag Fallout en op één dag deze game opstuur. Vinden jullie dat vervelend of hoe zit dat? Reloading. Vertel eens eventjes. Oké. Ik weet niet wat hier is. Ja, dat zit dan. Hey. Ik hoor zo'n fucking. Oké, niks van dat. Oké. Omdat ik deze aflevering niet al te overdreven lang wil maken en ik wil even zien hoe de mensen dit vinden, ga ik deze posten. En dus ga ik hem hierbij afkappen. Dus ik zou zeggen, laat even weten wat je van deze game vindt tot nu toe. En of je het vervelend vindt als ik meerdere games per dag ga posten voor op bepaalde dagen. Laat maar even weten. Mensen, bedankt voor het kijken en tot de volgende aflevering. Doei!